Dit is een najaarsvergadering waarin de golfafdeling uitgebreider verslag doet dan in de zomervergadering. En de hockey met mededelingen haar deel zal vullen en heeft bestuurswisseling zijn. Dus. En dat algemene gedeelte, waar we dan straks aan het eind van de avond op door zullen gaan. Er zijn ongeveer 79 dia's. Ik stel voor dat de vragen, ja, sommige zijn doorklikdia's, dus die gaan wat sneller. Het zal geen 3 uur worden, maar het kan zijn dat als Elko heeft gezegd dat hij tot 2 uur vannacht hier is om eventuele vragen op financieel vlak te beantwoorden. En die moet morgen ook weer werken. Dus als u akkoord bent met de agenda, dan gaan we door met de volgende zaken. De ingekomen stukken en mededelingen. Er zijn een aantal verhinderingen. Meneer Wagenvoort. Van Scharwijde, maar er was vanavond wel aanleiding voor, dus ik dacht, ja, ik ga toch maar langs, een beetje de brutale heeft de wereld. Welkom. En ik ben niet alleen gekomen, want buiten stonden allemaal familieleden van de heer Van Donselaar. Ik dacht, ja, die neem ik dan maar mee, hè. Mevrouw Van Donselaar en de familie. En dan zou ik willen vragen of de heer Van Donselaar naast me zou kunnen komen staan, want dan kan iedereen u zien staan, of mevrouw erbij wil komen staan. Zou ik ervan vragen. Was je al begonnen met de vergadering? Een beetje. Het mooiste was dat ik tegen de heer Van Donselaar zei, ik neem u mee. Hij zei, nou, Ben Van Donselaar is, zoals Ben dat dan zo zegt, Ben Van Donselaar. Ik zeg, bent u alleen, is uw vrouw niet? Nee, hier ga ik altijd alleen naartoe, mijn vrouw is er nooit. Maar dat is er toch, hè? Dat is ze natuurlijk. Ik ga u toespreken. Meneer Van Donselaar, uw inzet voor de Zeester Sportvereniging Scharwijde is groot. In de jaren 70 heeft u aan de wieg gestaan van een trainings- en wedstrijd als bestuurslid, verantwoordelijk voor het onderhoud en de verbouwingen van de gebouwen en aanleg en onderhoud van de velden. In de laatste 3 jaar was u verantwoordelijk voor de technische voorbereiding, uitbesteding en controle op de uitvoering van een investering van meer dan 1,4 miljoen euro. Ik ben nog niet klaar met u. Als je het zo leest, dan denk je, waar heeft die man die energie vandaan gehaald? Ik had één voorman, en hij was vaak voorman, en dat is dan het mooie. Het betrof die grote recente investering 2 nieuwe, laat ik zeggen, watervelden, zoals dat heet. Een nieuwe watermat voor het hoofdveld, een nieuwe overdekte afslagplaats voor de driving range en een aanpassing van de infrastructuur. Met grote inzet en passie was u de laatste jaren dagelijks en voortdurend aanwezig op het sportcomplex. De hockeyclub Geldermalsen heeft... Ik ben er ontzettend blij mee. Maar ik ben ook blij dat ik de vereniging weer in een... alles bij elkaar, zodat we het nu hebben aangelegd, de vereniging ook weer in een nieuwe fase zet. Het ziet er leuk uit, het ziet er mooi uit. Geweldig. We moeten het ook mooi...